2016. We gaan vandaag weer knallen. Ik sta hier met meneer Boomsma op school. Meneer, wat vindt u van het paastoernooi? Dag Ben. Ja, het is een heel groot toernooi. Het is alleen een beetje slecht georganiseerd, maar ik ben heel tevreden. Al 5 vaarschouwingen uitgedeeld. Ja, voor de rest gaat het wel. Dus doet de bond het niet goed? Nou, in mijn optiek niet zo. Maar ze doen het niet eens heel slecht, maar ook niet eens heel goed. En is er een bepaalde klas die u steunt? Ja, ik vind 1A wel. Nee, geen 2C. 1A. 1A. Dank u wel. Laten doen. Hoe bevalt het? Ja. Kun je een beetje dansen? Misschien. Nee dus. Iedereen goed opgelet, want dit is je grote kans. Luister goed. Hij heeft een oogje op de docent. Dat is een beetje vervelend. Nou, als je plagen kusjes vragen. Ja. Nog één keer. Nee, Steve. Hallo Nick. Ten eerste, waarom wil jij zo graag geïnterviewd worden? Nou, weet je, dan kan je iets zeggen. Gewoon even mening geven. Oh ja. En ten tweede, waarom gaat Willem II degraderen? Ja, Willem II gaat degraderen omdat zeker met de aanval, slecht opgeworden aanvalstijd, zie je in ieder geval weer terug. Op deze manier kan het natuurlijk niet. Verdedigend zegt, keeper Lamproe staat er steeds alleen voor. Dus ook als 5 verdedigers achterin. Als er 5 mensen achterin zijn, dan doe ik het ook gewoon niet meer Willem II. Dus. Als ze wat georganiseerder gaan spelen, misschien toch het risico met een aanvaller erbij. Want met die 5 verdedigers werkt het sowieso niet. Speel 4-3-3, zo haal je resultaten. Dat is al eerder, bijvoorbeeld bij Ajax, getoond dat je daarmee resultaten haalt. 4-3 spelen. Ik ben overtuigd. Vandaag zijn we eindelijk in Apollohal, dus we gaan knallen. Hi Sarah. Hi. Jullie hebben met 24-0 verloren met basketbal. Ja. Wat zijn jullie sterkste punten? We zijn wel een leuk team. We zijn allemaal gewoon vrolijk. En we vinden het gewoon leuk om het te doen. Het maakt ze niet uit als we verliezen. Dus... Nou, dat is mooi om te horen. Ja. Hi Roemer, hoe voelt het om klein te zijn? Wat moet ik nu zeggen? Ik niet per se iets te zeggen. Oh. Wij hebben de afgelopen uren veel kritiek gekregen van onze vrouwelijke volgers. En dus stellen wij ons nu de vraag, is Dexter goed bij de vrouwen? Hi Hanna. Hi. Wat vind jij van Dexter? Hij is heel klein en schattig. En ja, daar staat veel. Wat vind jij van Dexter? Jij bent ook klein en schattig. Kort maar pittig. Ja, dat was het alweer. Hi. Ken jij Dexter? Niet echt. Wat vind je van hem? Ik ken hem niet. Ik heb dat geen mening. Dat is zo. Sorry, ik heb geen mening. Wat vinden jullie van Dexter? Mening! Mening van jou. Ja. Ik heb ook Dexter. Geen mening. Geen mening. Lala, ik word aan jou gevraagd. Dexter. Dat ken ik niet. Het gaat niet goed, Dexter. Ja. Hey! Waar is opa? Ik weet het niet. Ga maar. Zeg maar nee.
waar ik mijn... Ik weet het niet. Ja. Hey! Ja. Ja! Ik heb geen nee zeggen. Ja. Fuck. Ik probeer meisjes te versieren. Ik dacht, misschien heb jij wat tips. Heb jij misschien een leuke pick-up line of zo voor me? Pick-up line? Nee. Dat is teleurstellend. Ja, we kunnen hier staan ook. Maar ik wil eigenlijk dat je gewoon nu een pick-up line bedenkt. Geen idee. Ik ben niet zo... Ja. Eentje, gewoon... Han! Geef me je nummer of zo. geen idee. Thanks. Dag Joe. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, kijk, ik probeer meisjes te versieren, maar lukt niet helemaal. Ik dacht, misschien heb jij een leuke pick-up line voor me. Gewoon de eerste die je opkomt. We zijn afgelopen. Ik heb een leuke voor je. Ja, laat hem horen. Ik ben mijn teddybeer kwijt. Mag met jou slapen. Ik ben mijn teddybeer kwijt. Mag ik bij jou slapen? Absoluut niet. Hallo, ik heet Dexter. Hoe heet ben jij? Ik ben Emma. Deed het pijn toen jij uit de hemel viel? Hey, heb jij een muis in je buik? Nee, volgens mij niet. Heb je vast een goed poesje? Oh ja. Meneer, is uw vader DJ? Nee. Want u bent echt een plaatje. Dank je. Mag ik nu meerijden? Nee. Absoluut niet? Totaal niet. Dank u wel. I'm